Yo, knijs, ik ben weer terug en ja, jullie kunnen zien, mijn personage is net terug van het werk en over 16 uur mag hij weer gaan werken. En wat je al kan zien is dat ik hier nog geen verlichting heb. Hoezo heb ik daar nog geen verlichting? Ik moet daar verlichting zelfs nog fixen, blijkbaar. Wat ik nog niet gedaan had. Ik dacht dat ik hier al beneden ook al verlichting had hangen. Deze halletje. Maar niet eens. Ja. Zo. Automatische lamp. Alle lampen. Zo. En even kijken, wanneer mag ik weer werken? Oh ja, morgen dat vallig. Gelijk al op zijn eerste dag was hij al bijna. Dat? Gepromoveerd zelfs. Games spelen. Zo. En smash het gewoon zo gelijk en like. En ik stream deze game ook heel vaak. Niet met deze personage, maar met een andere personage in het volg. Even kijken, ik krijg ineens een snap binnen. Oh. Even kijken. Ik ben heel toevallig nu niet live op Twitch, maar ergens van het weekend zou ik wel weer live gaan. En dan ga ik denk ik weer dit weer streamen. Exacte data kan ik nog niet geven. Dan ga ik even weer verder met de tijd laten sneller laten lopen, want dan gaat ze ook de dagelijkse taak ook een stuk sneller. En de eerste drie afleveringen zijn trouwens op één en dezelfde dag opgenomen. Niet op meerdere dagen, maar gewoon op één dag gelijk. Plus, mijn gamingvaardigheid gaat ook omhoog. Nu zo meteen als het goed is. Wat jullie ook konden merken was was dat oh ja, in over een paar uur mag mijn stem weer werken, maar wat ik wou zeggen eigenlijk was dat ik dit eigenlijk puur weer speelde omdat ik hoorde dat het spel weer gratis was en als je het dan op Steam kocht, namelijk haalde gratis, dan had je hem ook voor altijd. Hey, ja Willem, bedankt voor je suggestie om wat gezelligs met marktkosten te doen. Volgens mij heeft hij nooit over marktkosten gehad, maar
Het kan ook aan mij liggen, waarschijnlijk in de vorige aflevering. Dat is een paar uur geleden voor mij dat ik het had opgenomen. Maar, toen had hij het waarschijnlijk ook over marktkosten gehad, dat hij iets samen mee wou gaan doen. Maar, hebben het fantastisch gehad. Oh, oké. Ja. En mijn personage gaat weer werken. Leuk. En als het mee zit, ga ik vandaag ook gelijk gepromoveerd worden. En hij staat al op een vinkje van gepromovatie. Nice. Promotie. Ja, maar dan is gepromoveerd tot kwaliteitsbeheer. En dat gaat ook inhouden dat ik niet meer op de zaterdag werk, maar op de maandag. Want ik heb dan ook gewoon weekend. Oh, vet. Uitdenken. Oh vet. Hij gaat ook zelf uit zichzelf sporten. Nice. Ik laat hem verder met sporten. Gewoon op dit ding. Want dan Oké, hij heeft fitness niveau 3. Heel sick. Oké. Goed om te weten. Programmeren, oefenen. En deze. Mag je ook zo meteen. Programmeren heb ik nog maar op niveau 0 staan, want ik heb hem nog nooit uit de. Programmeren. Volgens mij, als ik hem op een bepaald niveau laat komen uit programmeren dat ik meerdere dingen kan ook unlocken ermee. Zoals hacken gaat vanaf level 1 of vanaf level 2 naar het werk gaan. En kijk,
Als ze dat ook goudgele kleur geeft, dan betekent het dat het goed genoeg is. Programmeren, hacken. Want ik wil hem natuurlijk ook hoger in. Ik zei repareren. Och. Programmeren, hacken. Oké, ja. Maar dat, ik hoop dat hij vandaag ook nog een keer het gepromoveerd worden. Want dat zou wel vet zijn. Hij gaat nu zo ook naar het werk toe. Johnny, wat is er? Ik geef hem goede raad. Tenzij dat ik maandag gepromoveerd word. Mijn gevoel zegt dat ik maandag gepromoveerd word. Ja, maandag wordt het. Want zij zit nu op uitstekend. Ja. Oké. Okay. Programmeren, hacken. Ik heb een keukenbrand. Yo. Roos gaan maken. Dan ga ik even een brandsmelder zelfs bij bestellen. Bij toelaat voegen. Ja, want brandweer kwam niet, hè?
En... Oh, Drie, komt zo meteen langs. Nice. Want... Wout Gerritsen en ik wilde altijd voor... Ja. Wanneer komt de A3 dan? Want ik zie er nog niet. Arm. Hey, ik zei dat ze langzaam. Ze zei dat ze langzaam komen. Oh wauw. Daar komt ze net uit. Yo. Is dat Liberty? Ja toch? En ja toch? Aardige introductie. Ja. Ik kan zien dat Audrey you instant what is the class. You uitnodigen om beter. Even kijken. Nice. Ik hoop dat ik
Ik heb geprobeerd. Dat was dus, ja, nice. Ja, ik ga het met haar doen in de derde aflevering al. Ja, toch? Wow. Huishoudende. Op een gegeven moment kan ik ook volgens mij bij de aanvinken dat ik het haar dat ik haar in huis kan zelfs nemen. Meezet. Ja, ik ben alweer gepromoveerd en mijn functie is nu codeaapje.
Even kijken. Instant sphere to manage household option gives you everything you need to customize Sims that have either already moved in or have yet to move in your world. Okay, good. To open the manage households menu, open in the map view. Dit is werelden beheren, volgens mij. Want ik wil volgens mij was dat hier. Even kijken. Nee. Even kijken. Okay. Oi. Every girl, Lee. Duizend. Ja. Top. En dan ga ik hierheen. Zo. Ja, toch? En dan woont zij ondergrondig ook. Nee, en zij moeten ook naar het werk gaan.
Okay. Instant gelukt, wat? Ja. En dan ga ik ook kijken of ik in de volgende aflevering ook een kleine de pijn heb in het spel. Helaas heb ik niveau 3 nog niet kunnen bereiken met het programmeren. Dus ja, dat ga ik dat in de volgende aflevering doen. En dan is het hierbij ook. Tot de volgende aflevering. En smash like en abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Tot ziens.